vlees is vaak voor veel gasten het belangrijkste hoofdbestanddeel in het menu. Ja, we werken ook veel met vis, omdat dat in mijn visie licht is. Ja, maar mensen willen uiteindelijk echt een mooi stukje vlees hebben op hun bord. En dat in combinatie met de groentes die we daarbij serveren, is dat natuurlijk voor veel mensen het belangrijkste, het hoogtepunt van het diner. Hè? Zoals de Fransen zeggen, de croche-pièce. Hè? Vroeger, toen je aan je moeder vroeg wat ga je eten, dan zei je moeder altijd van een schnitzel of een slavink. Wat voor groente erbij zat, dat maakte eigenlijk niet zo heel veel uit. Tegenwoordig is dat gelukkig wat veranderd. Ik vind met name, dat is natuurlijk altijd hè, waar je pasje ligt en waar jouw smaak ligt, dat vind je natuurlijk het lekkerst. Hè? Ik hou heel erg veel van vlees wat lang gestoofd is. Daar zit voor mij een hele goede smaak zit eraan. Ik word natuurlijk ook steeds wat ouder en ik heb ook het gevoel dat ik dat beter verteer als rood vlees. Wat wij de komende weken gaan bereiden, dat is een tartaar. We hebben een sucade en we hebben een mooi stukje entrecote, prachtig vlees. Entrecote heeft voor mij veel smaak. Je mag absoluut mijn gerecht niet missen. Als je dat ziet, loopt het water in je mond.